Goedemorgen, lieve kijkers, lieve YouTubers. Zondagmorgen praat, we zijn er weer. Oh, gisteren een leuke dag gehad. Gisteren met wat vrienden naar Duitsland geweest, naar Kleef. Daar hebben we wat dingetjes gedaan, dingen gekocht. En ook dingen gekocht die we straks weer gaan gebruiken, samen met Fabienne. Voor wat andere vlogjes. Dat is weer nice. Lekker dagje gisteren. Dus daar gaan we maar binnenkort weer eens iets over doen. Hey. Jij mag niet zakken. Oh. Zo. Nou, de auto was een beetje los. Sorry daarvoor. Kan ook gebeuren, dat is nadat je in de auto zit. Kan die een keer los schieten. Dat is niet de bedoeling, maar helaas. Zo, even snel 3 rondjes gelopen. Het was vroeg vandaag. Om de doodvoudige reden dat ik zo meteen weer naar Juliana moet, naar Malden. Ik ben natuurlijk met de voorbereiding van de competitie. Want als deze trainer die wil eerst 2 weken inzichtelijk krijgen wat hij aan spelersmateriaal heeft. Natuurlijk heeft hij gesprekken gevoerd voordat hij kwam, dus een nieuwe trainer. Maar goed, hij wil het graag op deze manier. Oké, nou dat kan. Als verzorger hoor je daar dan ook gewoon bij te zijn. Nou, dan komt er vandaag weer iets leuks thuis. Dat is niet zozeer van belang voor jullie. Wel weer genot voor ons. Dus dat is wel heel erg lekker, heel erg leuk. Net weer eventjes 3 rondjes op tempo gelopen. Dat ging eigenlijk best lekker. Gemiddelde tempo kwam ik op 6 minuten 6 per kilometer. Mijn maximale tempo was, let wel, 5,39 minuten per kilometer. Als ik dat afweeg naar het begin, toen ik vorig jaar was gelopen, zat ik gewoon op 7 minuten. Sterker nog, zat ik boven de 7 minuten. Dus ik vind voor mezelf een hele dikke schouderklop waard. Wat ik doe, natuurlijk mijn afvallen, daar moet weegschaal staan. Vorige week was het niet helemaal jovel. Oké, daar heb ik het ook over gehad. Dat had met mij te maken. Ik had wel leuke dingetjes gehad. Ja, iets te vaak aan het snoepen gegaan. Met eten niet helemaal netjes opgelet. Ja, dan merk je dat. Deze week wel weer goed opgelet. Gekeken wat ik gegeten heb, niet te veel. 1 keer een pizzaatje gedaan. Dat had weer met de omstandigheid te maken met ziekenhuisbezoek, bla 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 bla. Laat thuis, niet meer geen zin meer of geen tijd om te koken als je om 9 uur 's avonds thuis komt. Dus ja, nou ja, dat ongeveer. En nu ga ik naar huis. Kort praatje. Als ik thuis ben, ga ik eigenlijk meteen stoppen. Ik hou geen napraatje of geen dingetje meer daarna. Want ja, ik moet zo meteen douchen, omkleden. En dan moet ik rond 9:30 alweer in de auto zitten om naar Juliana te rijden. Want 9:50 wil ik daar zijn. Een uurtje van tevoren. En de spelers de tijd die bij mij komen voor het masseren. Oké, nou zijn er nog wel niet zo heel erg veel geblesseerde CQ voor andere zaken. Dus dat scheelt weer een stuk. Echter. Ja, ik vind gewoon dat ik er moet zijn. Oké, laat het dan bij spreken 9:50 zijn. Kan het nog. Kwart over 10 in dit geval is het uiterste. Is echt het uiterste. Dan moet ik er zijn. Dus dan wordt daar nog even hurry up. Ik kan mijn restoefeningen, mijn buikspieroefeningen vandaag dus niet doen. Dat is dan weer het nadeel dat de trainer zo vroeg traint. Dus ja, nou ja, maar goed, dat is nu 2 weken. En dan hebben we 2 weken even rust, dus dan kan ik weer wel gewoon oefeningen doen. En dan ga ik waarschijnlijk ook als het mooi weer is, lekker met Fabienne een eindje motorrijden. Want ja, daarvoor zijn we gisteren ook in Duitsland geweest. Maar dat zie je natuurlijk in een andere vlog, die wat langer gaat duren.
wat we gisteren hebben gedaan. Maar die ga ik bewerken zoals gewoonlijk. Deze ga ik niet bewerken. Gaat gewoon zo sector op. Zonder bewerking, zonder iets. Spreekfouten, maakt niet uit. Alles gaat er gewoon op. Ik vind het leuk om dat te doen. Om gewoon alles basic te houden. Het moment van de dag. Wat in mijn hoofd opkomt, gaat goed. Dat andere wil ik dan toch wel een beetje mixen om het dan. Omdat het wat langere video's zijn. Wat mooier te maken. Wat interessanter te maken met een muziekje eronder of iets ergens. Nou, nu doe ik gewoon helemaal niks. Gewoon koud en gaat erop. Doe hem daar op de laptop of straks op de laptop. Gaat die koud op YouTube. En kunnen jullie kijken wat ik vandaag te melden heb. Nogmaals, ook voor de andere keren. Vind je dit hartstikke leuk? Wil je dit vaker kijken? Of dat ik dit vaker ga doen? Natuurlijk wil ik dit altijd vol blijven houden. Graag een reactie hier beneden. En dan zie ik graag een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. De Stofjes. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug. Ik zeg, tjoe.